Oké, net uitzending gehad. En er zijn heel veel mooie 1 april grappen binnengekomen. Dus dank daarvoor. Dit zijn ze. Ze komen nu uit de printerrollen. Een hele goede morgen. Beste vrolijke, enthousiaste, altijd goed lachse, joviale, gezellige, onuitsprekelijk fijne kijker. Goedemorgen. Het is vandaag een mooie dag. Niet zomaar een dag. Het is vandaag 1 april. Betekent dat niets is wat het lijkt. De zon schijnt door de ramen, maar we weten het niet zeker. Zit er een zout in de koffie? Nee, hij is echt super lekker. Heb je erin gespuugd? Nou, spuug dat denk ik niet, maar zout? Ik heb er niet in gespuugd. Er zit wel wat in. Nee, je kan gewoon drinken. Het is echt koffie. Het is veilig. Nee, het is veilig. Zo ben ik niet. Ik vind het dus echt een vreselijke dag. Ik ben... Wat dan? Nou ja, 1 april. Dan ben ik toch wel op mijn hoede. Zit er nog een tandpastapje lang. Ja. Het lukt niet, hè? Nee, het is niet... Nee. Dat zijn toch die klassiekers. Tandpasta op je wang, zit wat een vlek op je blouse, zweten zitten los. We zullen vandaag op onze hoede moeten zijn. We hebben nog een goede grap in petto voor de collega's. Alleen maar flauwe dingen. Ja, ja, hele flauwe, veel te flauwe dingen. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een flauwe dag. En we mogen gewoon onze collega's ook niet beschadigen met onze 1 april grappen. Nee, is ook zo. En je moet toch nog een paar jaar met elkaar door natuurlijk. Ja, nee, zeker. Dat is wel de bedoeling. En we willen deze week toch goed afmaken. Ja. Ik denk wel dat wij kunnen nog wel collega's, hè, zal ik wat thee voor je halen? Dat we er dan zout in doen. Dat is op zich wel leuker nog. Maar Unice of zo, of Lucas, die wil altijd espresso met suiker. Ik blijf maar doorpraten. Die wil espresso met suiker, dan doen we er zout in. Is dat niet? Ja, ik vind het flauw of niet te beschadigd. Laten we deze dag gewoon eens even kijken wat even, nou gewoon. Proberen we het volgend jaar. Ja, precies. Wat is nou een handige grap? We proberen we dit jaar uit en volgend jaar gaan we het gewoon goed doen. Nee, het is gewoon echte koffie. Ja, het is gewoon echt. Je bent te vertrouwen, jongen. Misschien is dat een grap op zich. Hoe is het hier? Ja, hoe is het met de werksfeer? Ze kijken naar elkaar. Daar zou je alleen jaloers op kunnen worden. Daar zou je alleen jaloers op kunnen worden? Ja. Vermoeden jullie iets? Ja, dat wel. Ik dat voel nattigheid. Ja, ze voelen wel nattigheid. Ja, natuurlijk. Ja, we zijn maandagochtend en het is wel prettig om je dan vanmiddag daar nog even daar precies over kunt zeggen. Oké, net uitzending gehad. En er zijn heel veel mooie 1 april grappen binnengekomen. Dus dank daarvoor. Dit zijn ze. Ze komen nu uit de printerrollen. Dit zijn er heel wat. Ja, je bent creatief. Creatiever misschien dan je zelf denkt. Jouw 1 april grappen ga ik dus proberen het een en ander in praktijk te brengen. Oké, ik heb even een veilig stil plekje opgezocht. Ik heb hier een paar grappen geselecteerd. Laten we ze eens eventjes bekijken. Marije, die zegt, een 1 april grap weet ik eigenlijk niet, maar probeer te doen alsof je nog wat in petto hebt voor je collega's. Je hoeft niks anders te doen dan geheimzinnig te kijken. Nou, dus eigenlijk is het gewoon nu al geslaagd. Ans, die zegt, op de onderkant van een muis van de pc van je collega stickertje plakken. Zodat de sensor niet goed werkt. En op dat stickertje, als ze hem dan omdraaien, dan staat er natuurlijk 1 april. Slim. Leuk. Oké, daar gaan we. Hans, ik heb je een mailtje gestuurd. Kan je even kijken of die aankomt? Hans? Ja? Ik heb je een mailtje gestuurd, maar ik weet niet of die aan is gekomen. Kan je even kijken? Over wens? Ja. Jongens, het is warm. Lekker, hè? Als ik mijn trui nou uitdoe, wordt het koeler. Goed, ik krijg voor jou dus meer. Hij is gelukt! Hans, hoe voelde dat nou? Eventjes de grap evalueren. Ja, heel grappig. Wat ging er door je heen? Niks, dat mijn muis het weer is niet uit. Dus, En wat heb je toen ontdekt? Dat er een stickertje op zat. Oh, die heb je meteen op je broek geplakt. Ja, meteen een vaste plek gegeven. Ja, het zit een gat in mijn broek. Net nieuw. Slecht, hè? Ja. Dat is mode, zeggen ze. Nou, ik vind het stuk. Nou, we zien dat eigenlijk de grap bij de verkeerde persoon hebben uitgehaald. Want deze persoon heeft eigenlijk gewoon een nieuwe broek nodig. Ik wist nog wel een kopje thee, alsjeblieft. Zeker. Dat gaan we doen. En ja, we houden het gezellig, hè? Geen verrassen. Deze zakjes bijna uitgewerkt, denk ik. Of met deze zakjes uitgewerkt of heb je er iets iets onplezierigs in gedaan? Als ik zeg wil je koffie en jij vraagt thee, dan krijg je thee. Nou ja, dit smaakt gewoon naar slootwater eigenlijk zoals altijd, dus er is niks mis mee. Herman die heeft de tip, geef iemand een terugbelnotitie, vraag of ze mevrouw of meneer de leeuw even terug willen bellen. En dan kun je een nummer bellen en dan is het nummer van Ouwe Hans Dierenpark. Snap je hem? Oké, daar gaan we. Verzend. Oké, nou de mail is verzonden. Eunice is eventjes van haar plaats. Dus nu is het even wachten tot ze terugkomt. Maar even stoïcijns kijken, want zij heeft direct in de gaten dat er iets aan de hand is. Want zij is op haar hoede vandaag. Ik doe net alsof ik aan het werk ben. Nou, dat ben ik ook, hè. Even voor de duidelijkheid. Ik ga er niet
niet terugbellen. Wie ga je niet terugbellen? De persoon die jij mij genoemd hebt. Omdat ik jou voor geen ene cent vertrouw, meneer Hendricks. Ja, die meneer was een goede spreker, dus als ik jou was, zou ik eventjes... Mathéa, ik heb even een vraag, want we zijn met iets bezig. We willen graag even een leuke grap herhalen met Anis. Dus eigenlijk heb ik de vraag of jij eventjes Anis zou willen bellen en dan zeggen dat meneer De Leeuw heeft gebeld. En of ze dan even snel mogelijk wil terugbellen. Oh, dat wil ik wel doen, Tim. Ja? En ja, ze heeft het nummer, dus je hoeft niet het nummer door te geven. Oké. Okay. Ga ik dat nu doen? Ja, als je dat wil. Jij kan dat wel, hè, met een stalen gezicht. Natuurlijk. Ja, dat kan niet iedereen. Ik kan dat bijvoorbeeld niet, maar... Hey, meisje, met mij. Hoi. Hey, meneer De Leeuw heeft net gebeld en de vraag is of jij hem even terug wil bellen. Oh, nou, heb je zijn nummer of niet? Oké, helemaal goed. Ik hoor het wel. Hoi, hoi. Oh, wat knap. Ja, maar ze heeft het gevoel... Dat het niet klopt. Zo, dat deed je goed, joh. Ja. Zo, echt zwaar serieus. Dat kan ik echt niet. Wat de grap moet zijn dan? Wat is de grap? Nou, ze gaat straks mevrouw De Leeuw bellen. En het nummer dat ze heeft doorgekregen is van Oude Hans Dierenpark. Ah. Dus, wat een grapje, ja. Wat al 30 jaar oud is, hè, Tim? Ja, hij is super oud. Maar de grap is dat Anis heeft het niet in de gaten. Anis heeft het niet in de gaten, tenzij ze nu achter me aankomt. Dus ik ga snel weg. Oké, okay, we gaan het toch eventjes wat anders aanpakken, want Anis lijkt er niet echt in te trappen. Ze heeft nog steeds niet gebeld en we zijn al aardig op weg. Nu hebben we een ander idee, want aan de andere kant, op de administratie, daar zit Jaap. En ook Jaap ga ik even hetzelfde soort mailtje sturen, maar dan met een andere inhoud natuurlijk. Ik weet niet of ik kan lezen. Hi Jaap, ik had net meneer De Leeuw aan de telefoon. Hij is geïnteresseerd in een partnerschap met Groot Nieuws Radio en heeft even een paar vragen. Wil je hem terugbellen? Hij is eventueel bereik op het nummer. En we weten allemaal waar dat nummer naartoe leidt. Wat is er, Jaap? Jammer, niet gelukt, jongen. Wat dan? Wat heb je gedaan? Niks. Ik zeg gewoon De Leeuw en Artis en Diergaarde Blijdorp en alle dierentuinen is al bekend. Dus daar trappen we niet in, maar zeker niet. Je hebt het even opgezocht. Wat zat je? Is dat de website van... Nee, ik wilde net toch even zeker weten welke dierentuin jij probeerde te missen. Voor jou in gedachten had, ja. Nou, scherp, Jaap. Zoals u ziet, Groot Nieuws Radio laat zich niet zomaar beet nemen. Toch maar even. Wat heb je gedaan? Ik heb deze grap uitgevoerd. Geheel zelfstandig. Wie moest je bellen? Meneer De Leeuw was het, hè? Ja, meneer De Leeuw? Ja. Dus ik ga dat nummer. Ik denk, ik moet dat nummer eerst even checken voordat ik ga bellen. Dus ik, met dat ik dat nummer al bel, dat was de grote fout van vandaag. En ik zie staan, terwijl ik al de telefoon over laat gaan, Oude Hans Dierenpark. En ik dacht... Als ik het niet dacht. Dus er wordt opgenomen, ik zeg met Anis naar Groot Nieuws Radio. Volgens mij ben ik verkeerd verbonden. Dag! Dat was het. Zo erg! Oh, je hebt het echt gebeld ook. Ja. Oh, joh. En ik was net met Jaap bezig. Ja, dat... En die had het ook opgezocht. En die heeft net niet gebeld. Ja, maar het stomme is dat ik dus dan wel het door heb. Maar dan ben ik zo nieuwsgierig dat ik het alsnog... En ik wil het ook niet voor jou verpesten. Nee, je doet het voor mij. Ja. En voor de luisteraar. Want luisteraars hebben deze tip gegeven namelijk, deze grap. Het is wel een goeie, maar volgens mij heb ik hem wel eens eerder... ook zelfs wel meegemaakt, maar kijk, ik ben ook stagiair geweest. En als je stagiair bent, is dit eigenlijk... De grap. Dan is het aan de lopende band de orde. Ik bedoel, dan moet je koffie halen en je wordt voor de gek gehouden. Maar het is wel zielig, Nanna, want die gasten worden dus de hele dag gebeld. Door dit soort omgaan. Dat is toch erg? Oh, ja. Ja, ja. Dat... En dit was alleen nog maar De Leeuw. Dit was alleen nog maar De Leeuw. Ik bedoel, ja, je kan... Hebben we van de beestenbende nog... Mevrouw De Reiger hebben we nog niet gehad. Maar ik ben gelukkig niet zo ver gegaan dat ik ook echt zei... Of met meneer De Leeuw kan worden doorgevonden. Ik had het net op tijd door. Kom aan, Nies. Hoppa, volgende slachtoffer. Next. Nou, en zo gingen de grappen nog lang door die dag. 1 april, we zullen hem nooit vergeten. Dankjewel voor al jouw grappen en tips. We nemen ze mee ook naar volgend jaar. Ik dank je voor het kijken. Even dat sympathieke blauwe duimpje omhoog. Abonneren kan hier. Even een reactie achterlaten kan ook hier. Spreken wij elkaar volgend jaar, 1 april. Hoi, joe, groetjes. Doei. Hoi, joe. Doei, doei. Groeten thuis. Later.